Kunstenaars op leeftijd gezocht in Tilburg, want daar wordt momenteel het Ru van Rossumhuis gebouwd. De helft van de appartementen is bezet, dus er is nog plek voor kunstenaars van boven de 50 uit heel Zuid-Nederland. Nummer 17. Is dit het? Dit is het, Jan. Dit moet het worden. Ja. Ik heb er geloof nog geen geloof in als ik het zie. Ach. Maya Hoofd uit Maastricht is 67 en keramiste. Ja. Ze wil gaan wonen in het Ru van Rossumhuis. Nou ja, daar komt mijn keuken. En hier ga ik een werkkamer maken. Daarachter waar mijn slaapkamer en badkamer. Het huis komt in Mariëngaarde, ooit gebouwd voor mannen uit gegoede Tilburgse kring die niet langer alleen konden of wilden wonen. Het pand staat al jaren leeg en het wordt op het moment flink verbouwd. Nee, ik zie het nu nog niet voor me. Maar ja, het zal toch een keer gaan gebeuren, denk ik. Maar het is wel echt verschrikkelijk. Muren worden doorgebroken om van de kleine kamertjes ruime appartementen te maken. Hier komen 29 huurappartementen en 14 zijn er in optie. Dus er is nog ruime keuze voor kunstenaars of mensen die in de kunst- en cultuursector werkzaam zijn geweest. Om te kijken of dat ze dat niet een heel interessante plek vinden om te wonen en te werken. Nu sta ik voor het eerst op mijn balkon hier. Dat is toch wel even heel bijzonder. Ja, ja, dit wordt mijn uitzicht. Mooie grote bomen hou ik van. Ja, dit is wel even emotioneel om hier te staan. Zo met die zooi hier binnen. Ja, dat is niet niks. Marja woont en werkt nu nog in Zuid-Limburg. Maar ze denkt al wat verder in de toekomst. Nou, met elkaar wonen vind ik wel een interessant gegeven. Zeker als je ouder wordt. Je kunt een beetje op elkaar letten, zou je kunnen zeggen. Je hebt de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met mensen van gelijkgestemde aard. Dat lijkt me al heel wat. Het is zeg maar de karikatuur van de kunstenaar die niks met anderen te maken wil hebben. Ja, dat is echt een uitzondering. Er zijn heel veel kunstenaars die heel sociaal zijn en heel goed begrijpen dat je juist door samenwerken veel verder komt. Hè? Ze houden wel van een wijntje met elkaar drinken bijvoorbeeld en met elkaar te eten. Als je dat wil, kan dat daar. Maar je kunt ook heel erg op jezelf zijn. Je hoeft niet constant met elkaar te vermaken. Dat hoeft helemaal niet. Het Ru van Rossumhuis is om te wonen en te werken. En als het nodig is, kan er zorg worden verleend. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes voor tentoonstellingen of concerten. En er is ook plek voor gemeenschappelijke of individuele ateliers. Toen ik hier voor het eerst kwam in deze ruimte, toen zag ik direct, dit is een perfecte keramische werkplaats. Ja? Ik zie de ovens staan. En, ja, waar moeten ze komen? Nou, dat weet ik nog niet precies, maar dat zou daar een goede plek zijn. Ja. Het water zou wat mij betreft ook mogen blijven, maar dat gaan ze veranderen. Deze mooie wasbakken gaan eruit, maar ja, voor mij hoeft het. Ik vind het helemaal goed zo. Ja, hier komt het goed. Het Ru van Rossumhuis is genoemd naar de overleden Tilburgse kunstenaar Ru van Rossum, die destijds graag in zo'n huis had willen wonen. Het monumentale pand Mariëngaarde is een ideale plek, zegt de Vughtse aannemer Nico de Bond, gespecialiseerd in het restaureren van monumenten. Steeds meer van dit soort monumenten die komen leeg te staan, die verliezen hun oorspronkelijke functie. Wat we steeds meer doen is het restaureren van monumenten in combinatie met gebouwen een nieuwe functie geven. En daar is dit hier een mooi voorbeeld? Mooi voorbeeld van is, ja. De toekomstige bewoners hebben volop meegedacht bij de verbouwing. Zeg maar ook het feit dat je zelf mee mag bepalen hoe dat dingen gaan, of kunt bepalen, of dat je daar een belangrijke stem in hebt, maakt eigenlijk ook dat kunstenaars enthousiast zijn en dat ze ervoor voelen. Het is nu al een beetje hun gebouw. Ja, helemaal. Ja. In juli 2014 moet het Ru van Rossumhuis klaar zijn. Prachtig. Dat gaat het worden. Gaat echt worden. En dan moet je maar komen kijken, hè? Op de thee, hier kunnen we zitten.